Hi, mijn naam is Gijs, een van de docenten van de Online Video Marketing Academy. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je live events of live evenementen van YouTube kunt inschakelen. Hiervoor moet wel je kanaal zijn geverifieerd en in good standing zijn. Nou, dat gaan we eerst even doen. We gaan inloggen. Vervolgens pak ik even een kanaal wat nog niet is geverifieerd. We klikken op Creator Studio. Vervolgens ga je naar kanaal. En dan zie je dat hier dat het kanaal nog niet is geverifieerd. En als je naar beneden scrolt, zie je dat hier live events, live evenementen, nog niet is ingeschakeld. In een andere video ga ik jullie laten zien hoe je live events effectief voor je bedrijf kunt gebruiken. Klik daarvoor hier rechts bovenin op het i'tje en dan word je automatisch naar deze video doorverwezen. We gaan als eerste het kanaal verifiëren. Dat is een tweestaps verificatie. Dat kan je doen via een automatisch telefoontje of een sms. Ik kies voor een automatisch telefoontje. Je vult even je telefoonnummer in. En als het goed is, word je dan binnen enkele... Voer dan een telefoonnummer in. Dan gaan we kijken of het via sms kan. Ja, dat kan wel, gelukkig. Dan wachten we even op de code. Die is 963610. We drukken op verzenden. Gefeliciteerd, je YouTube kanaal is geverifieerd. Doorgaan. Je scrollt naar beneden. Dan klik je op live events inschakelen. Je gaat akkoord met de voorwaarden en dan is je kanaal geverifieerd. Hij is in good standing en je live events is ingeschakeld. Wil je weten hoe je hem kan effectief inzetten, live events voor je bedrijf? Klik dan nu rechtsbovenin op het i'tje. Wil je meer weten over YouTube? Abonneer je dan nu op dit kanaal. Dat kan door linksonder even op de rode knop te klikken. Abonneer of subscribe nu of laat een comment achter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.